Deze film gaat over methaan, een broeikasgas. Broeikasgassen hebben een slechte naam, maar zijn eigenlijk een natuurlijk verschijnsel. Ze zijn niet slecht of gevaarlijk. Sterker nog, ze zijn hard nodig. Net zoals een kas de warmte van de zon in een kas binnenhoudt, doen broeikasgassen dat met de warmte voor de aarde. We noemen dat het broeikaseffect. Gelukkig maar, want zonder dit broeikaseffect zou het op aarde ijs en ijskoud zijn. Maar zoals met veel dingen is te veel een probleem. Met te veel broeikasgassen kan warmte van de zon door een te dikke deken van gassen minder goed terug de ruimte in en blijft het op aarde rondhangen. Dit noemen we het versterkt broeikaseffect. Door dit effect is het de afgelopen 50 jaar warmer geworden op aarde. De drie belangrijkste broeikasgassen die voor deze opwarming zorgen zijn kooldioxide, ofwel CO2, lachgas en methaan. CO2 is de meest bekende en zorgt voor ongeveer 70% van het broeikaseffect. CO2 heeft een natuurlijke cyclus tussen mensen, dieren en planten. Je kent het wel, mensen en dieren ademen CO2 uit, planten nemen het op. Maar CO2 die vrijkomt uit fossiele brandstoffen staat daar los van. Deze komt bovenop de natuurlijke cyclus, waardoor een groot overschot ontstaat. CO2 blijft duizenden jaren in de atmosfeer. We geven het dus niet alleen door aan onze kleinkinderen, maar ook aan onze achter... Nou ja, je snapt het. De oplossing? Uitstoot verminderen. Lachgas is minder bekend. Lachgas komt onder meer vrij door het gebruik van stikstof als meststof in de landbouw. Als broeikasgas is het bijna 300 keer zo krachtig als CO2 en zorgt voor ongeveer 7% van het broeikaseffect. Ook de afbraak van lachgas duurt erg lang. Honderden jaren. De oplossing? Uitstoot verminderen. Tot slot methaan. Methaan komt vooral vrij door veehouderij, de teelt van rijst, vuilstort en het winnen van aardgas. Methaan is als broeikasgas zo'n 34 keer sterker dan CO2 en zorgt voor ongeveer 20% van het broeikaseffect. Dat is een groot deel. Maar met methaan is iets bijzonders aan de hand. Methaan verdwijnt, als enige uit dit illustere rijtje, wel snel uit de atmosfeer. Namelijk niet in duizenden, ook niet in honderden, maar in slechts tientallen jaren. Doordat er steeds nieuwe methaan in de atmosfeer komt, blijft deze concentratie hoog. Maar als we dit kunnen verminderen, zal de hoeveelheid methaan snel afnemen en zou de deken van broeikasgassen zelfs iets dunner kunnen worden. Bij methaan liggen dus grote kansen. Wij doen onderzoek naar manieren om methaanemissies te verminderen in de veehouderij. Ga naar wurr.nl/methaan.